Gisteren speelde het eerste elftal en verloor van Heerenveen. Het elftal van Schenkel zelf, 4-1-0. Jeffrey Peril maakte het doelpunt. Goede aanval door het midden. Scheveningen stuk gespeeld en Van der Maten geklopt. Van der Maten? Nee, moet hem dan laten gaan. Moet hem laten gaan, Puriel. En daar, wat een fantastische goal. Ja, daar rekent Van der Maten natuurlijk ook niet op. Kijk, hij krijgt een staande ovatie. En dat is niet alleen omdat men geen stoel heeft, maar omdat ze het ook echt vinden. Goeie goal zeg. Bal gaat lekker rond bij Almere, dat meer balbezit heeft. Hier is die Rullens weer. Ja, hoeveel tijd en gelegenheid krijgt hij? En wat een mooie goal. Wat een mooie goal. De een is nog mooier dan de ander. Wat dat betreft is het een soort galavoorstelling van de talenten van Almere. Die natuurlijk ook nog een eigen competitie hebben met Jong Sparta. En erg aan elkaar gewaagd zijn. Iets te maken van de wedstrijd, ondanks de achterstand. Hier is immers enkel. Ja, doelpunt Mitchell de vlucht, derde van het seizoen. Er is haast bij de Schollekoppen. Lijkt niet heel veel, want kijk eens wat hier gebeurt. Laikroma maakt hier het doelpunt. Man uit die voorkust, minuut 77. Een minuut na de goal van de vlucht.